Enkele categoriewinnaars van de Zilveren Camera tonen hun winnende foto's in de Centrale Bibliotheek. De Zilveren Camera is een Nederlandse fotografiewedstrijd. De prijs wordt toegekend aan de fotograaf die de beste persfoto van het jaar heeft gemaakt. Tussen de prijswinnaars bevinden zich vier Noorderlingen. We lazen dat er vier noordelijke fotografen zijn die de Zilveren Camera hebben gewonnen. En dat vonden wij interessant om het te laten zien aan ons publiek. De fotografen zijn druk bezig met de voorbereidingen van de expositie. Deze is vanaf vandaag te bewonderen. Ze zijn nu bezig met het opbouwen van een foto-expositie. Er komen vier fotografen, waaronder Sietse Veenstra, die zie je hier bezig. Corné Sparidaans, Kees van der Veen en Pepijn van der Broeken. Het zijn alle vier prijswinnaars van een categorie binnen de Zilveren Camera. Fotograaf Sietse Veenstra uit Groningen heeft al in meerdere categorieën prijzen gewonnen. In 2011 was ik eerste in de categorie portret, met een portret van Martin Tissing. En vorig jaar was ik derde in de categorie sport, met een schaakfoto. Wat is eigenlijk het geheim van een goede foto? Als ik dat zelf zou weten, dan zou ik alleen maar goede foto's maken. Maar ja, weet ik niet. Ik ben nog een beetje zoekende en moeilijk om dat zo opeens te beantwoorden. De expositie van de winnaars van de Zilveren Camera is tot het einde van dit jaar te bezichtigen in de Centrale Bibliotheek.